Breda nu. Je weet het meteen. Trump, Brexit, Griekenland, economische onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de college tour op Avans Hogeschool. Studenten van de Academie voor Algemeen en Financieel Management mochten onder voorzitterschap van Marleen Jansen vragen stellen aan minister Dijsselbloem van Financiën. Finance Group, aangekondigd dat ze naar Amsterdam komen. Morgen gaat u met een Zwitserse bank bespreken. In hoeverre bent u daarbij betrokken om internationale banken vanuit de VK naar Nederland te halen? Ik ben erbij betrokken, maar ik ga niet op tournee. Dus je wil de misverstand meteen recht ruimen. Het is gewoon een open conferentie die wordt georganiseerd door UBS en daar ga ik optreden. Ik ga niet op tournee, we hebben ook geen Nederlandse dubbeldekbus door Londen rijden. Come to Amsterdam. Dus mijn vraag, ten eerste wat verstaat u ongeveer het gedrag? En ten tweede, hoe kunnen de bonussen worden gemeten, zodat goed gedrag wordt nagestreefd? Ja. Nou ja, er zijn in de financiële crisis natuurlijk veel voorbeelden geweest. Die zijn eigenlijk in de jaren na de financiële crisis even naar buiten gekomen. Waarbij die bonusbeloning aantoonbaar heeft geleid tot het verkopen van producten of diensten aan mensen die daar eigenlijk de risico's niet van konden overzien, helemaal niet tegemoet kwam aan hun wens, privé of bedrijfsmatige wens, en mensen vaak met grote kosten achterlieten. Dus we hebben de boekenpolissen gehad in Nederland, we hebben natuurlijk de... Misschien ligt het niet helemaal voor de hand, maar inderdaad de relatie tussen Griekenland en blockchain. En het gaat er met name over de functie van de blockchain om transactie op transactie te registreren in een grootboek. En inderdaad met name over het wegvloeien van geld. Hoe kijkt u aan tegen een blockchain-achtige constructie voor de financiële bijdrage die Europa aan Griekenland doet? Dan kan je in ieder geval in de gaten houden wanneer het geld weer het land uitstroomt. Ja. Even nadenken, deze had ik niet bedacht. Wij zijn weer bezig bij de Rijks. De avond was georganiseerd door de Partij van de Arbeid in samenwerking met Hogeschool Avans. Wat vond minister Dijsselbloem er eigenlijk van? Ja, ik vond het heel mooi om te zien dat als je met deze studenten praat, dat het echt over de toekomst gaat. We zijn toch minder bezig met het verleden, maar heel erg bezig met de toekomst. Onderwijs, innovatie, duurzaamheid, hier op de hogeschool in Breda, belangrijk thema. Dat krijgt vanavond veel aandacht. Dat vind ik mooi, dat scherpt mij ook weer aan dat ondanks de overwinning van Trump in Amerika, we gewoon aan duurzaamheid en klimaatbeleid moeten blijven werken.